Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Camel Games. En welkom bij de Sprinter, nee, stoptrein, is het de stoptrein van lijn van Connection. Van Ede Wageningen naar Amersfoort gaan rijden. In het echt duurt het ongeveer 38 minuten en dus laten we hopen dat we dat vandaag ook waar kunnen maken. Normaal gesproken vertrekt de trein om 25, nou dat vind ik niet helemaal realistisch om dat voor elkaar te krijgen. Even kijken. Buiten dienst. Hoppatee. Die aan. Is dit goed? Die nog op. Die. Mooi. Dan heb ik het beest al wel. Mooi. Oh. Nou, that's it. Mooi. Dat betekent dat wij vertrekken gaan in de richting van Amersfoort. Eerst volgende station is Ede Centrum. Station Ede Centrum. Het zou 4 minuten moeten duren om daar aan te komen. Hoppatee. Dus we kijken. Ik heb de dode man ook aanstaan. Dat is mooi. Nou, gelukkig mogen we door deze bocht gewoon met 40 en zo, dus het kan niet heel veel afwijken van de dienstregeling. Lekker doorrijden kan toch wel niet. Enige hapering bij het uitrijden. Zo dan. Hoezo hapering? Oh, daar komt hij langzamerhand weer aan. Ja, ja. Maar de schijf laat het ook wel zo gek. Jongen. Nou, daar gaan we weer. Maar het wordt er nog niet beter van. Hebben we hier een... Ja, we hebben hier inderdaad hier een ATB... VV, nee, helemaal niet. ATB NG liggen, nieuwe generatie. Wat dus eigenlijk een beetje vreemd is. Want gezien het feit dat wij met NG rijden... Oeh, net de tijd. Mis ik eventjes het schermpje hier aan de zijkant. Met dat aftelt, zeg maar. We hebben wel deze. Nou ja, dit type. Met alle getallen, zeg maar. Beschikbaar. Want dat is wel van 1G. Nieuwe generatie. Maar er moet ook altijd een schermpje zijn dat aftelt. Dat is vreemd. Nou. Dat zal wel. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. Ik neem aan dat Chris Trains dat wel goed gemaakt heeft. Zo. Volgende station, station Ede Centrum. Station Ede Centrum. Als het goed is, echt die 4 minuten erover moeten doen. Er ging één overweg, dus zullen we het net hebben. Maar ik vind het wel een beetje jammer dat het zo hapert hier, maar goed. Maar volgens mij is er wel het een en ander veranderd hier ook. Want ik zit zo te kijken. Oh shit. Dat was de dode man. Kijk, je zult het zien, ik ga altijd even naar buiten en hoppatee. Wat een feest. Nooit uit je cabine als je aan het rijden bent. Nooit, maar dan ook nooit uit je cabine gaan. Wat deed ik? Ik ging uit mijn cabine en nou, een beetje heel snel trouwens, maar goed, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Nu zijn we in ieder geval wel een minuut te laat. Eigen schuld. Wielslip, ik heb helemaal geen last van wielslip. Dus de 2 en 3 gaan we neerzetten, nou dat is hier. Deurtjes los. Mooi.
Nou, zijn we toch nog een soort van aangekomen. Nou, daar ben ik niet blij mee hoor. Maar goed, dat snappen jullie zelf denk ik ook wel. Mooi. Ik heb die weer in de vooruit. En dan gaan we verder in de richting van Barneveld als het goed is. Dus ik zou even gauw checken. Nee, Lunette komt eerst. Excuus, station Lunette eerst. Daarvoor hebben we 7 minuten om eraan te komen. 7 minuten. Dus, dat is 13 over ongeveer. Oh, 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 oh. Is er aan. En als we dan eindelijk zo meteen door de stad heen geslingerd zijn, dan kunnen we namelijk ook meer tractie gaan geven. Want het is nog wel een stukje rijden zo meteen naar Amersfoort. Net op tijd. Zo, toeschotel erop. Kijk, dan haalt hij als het goed is netjes de 40 kilometer aan. Kijk, ik zit zo te kijken, maar ik heb het idee dat hier wel sinds de laatste update wel iets aan verbeterd is ofzo. Het is, lijkt veel voller hier rondom heen. Misschien is dat ook wel de reden dat er zo'n... dat het zo lang duurt met laden. En wij gaan de 80 in. De 80. Zo, hoppatee. Kijk eens, dat is hem hoor. Oh, aan de andere kant zitten bosjes. Oh. Het is me weer goed dat ik oplet. Het is oplet. Eigenlijk ging ik weer veel te hard. Of tenminste, bijna te hard. Zo. Ietsjes erbij, dan rijden we namelijk straks 80. Daar komt als het goed is het station van Lunette al in zicht. Als ik het zo voel. Nee, voel, ja. Ik kan het nou weer voelen, ja, geen idee. Maar dat is het wel. Over al die vertraging gesproken. Nou is dit al Olive, dat is natuurlijk geen Olive, maar het is natuurlijk wel een GTW. En de GTW van Olive namelijk, die zal een nieuwe sticker krijgen. En dat is misschien wel opmerkelijk. Want Olive is niet zo van de stickers. Maar de Giro di Italia komt naar Gelderland toe. En die start in Apeldoorn. Nou ja, zo blij ben ik er helemaal niet mee. Want dat wordt gewoon één groot soortje die dag. Want ik moet gewoon naar mijn werk toe. En ik kan de wijk gewoon niet uitkomen. Omdat op die route passeer ik twee keer ongeveer de... één keer. Maar ik zit midden in de route, zeg maar. Dus dat wordt nog wel spannend. Of ik al eerst op mijn werk kan komen. En ochtends zal het wel meevallen. Maar smiddags denk ik. Want dan is ook de tour zelf bezig. Nou, ik ben benieuwd. Maar de Olive trein krijgt dus een sticker van Giro d'Italia. Ik ben erg benieuwd hoe die eruit gaat zien. Zo. 1x40. Niet zo heel hard af te remmen hoor. Het
10 over, we moesten 14 over aankomen. Nou, dat hebben we wel. Met weinig snelheid. Rijden zo nu net er binnen. Je kunt wel echt beter. Ik kan me niet herinneren dat ik de vorige keer toen ik deed dat er zo uit zou. Volgens mij is het wel het een en ander verbeterd hier. Sowieso met de laadtijden dat er weinig verbeterd moet ik toegeven. Nou, knipper doen, of zo 40, maar dat is een beetje overbodig, maar ja, het is namelijk toch 40. Het station is namelijk gewoon 40. Hier is de eerste inhaalmogelijkheid, omdat we een quick drive spelen, zal dit ons alleen helaas niks inhalen, wat jammer is. Natuurlijk. In spoor 2, zo te zien, gaan we naar rechts. Ik dacht het al te kunnen zien aan de wissel, maar goed. Twee bakken. Eentje verder, zesde drie bakken. Oh, ik kan al lang stilzetten. Maar prima. En de volgende hebben we snel gedaan dan. Nou, misschien moet de trein hier wachten, dat weet ik niet. Dat weet ik zo niet. Of die hier van die 2 minuten extra moet wachten. Maar ik heb het zeker niet snel gereden, dus. Kijk, wat hebben we hier binnen? Ja, die stoelen die kloppen trouwens wel heel goed, want het zijn inderdaad zo'n vies kleurtjes stoelen. Ja, en er zit inderdaad zo'n bar. Ja, zie je wel. Die bar is nooit gebruikt. Die wordt ook niet gebruikt en er zit ook volgens mij niks achter. Dus hier wel, maar. Dit is de motorruimte. En de wc, die zit er dan ook nog in. Kijk, hier ziet het er natuurlijk net even iets beter allemaal uit. Connection, Amersfoort, 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 Amersfoort. Kijk, deze smerige kleur stoelen. Maar ja, goed, dat is maar net wat je smerig vindt. Maar ik ben er wel blij dat ik toch 2 en 2 heb gedaan. Want ik heb van de week ook in de trein gezeten van Veolia. En die hebben 3 stoelen op 3 en 2. Nou, dat is echt krap hoor. Dat is echt krap. We hebben 5 minuten om bij het volgende station te komen. Het ging als het goed is 12 weg, dacht ik. Dus dan zullen we 7 over ongeveer aan moeten komen. Of tenminste vertrekken, hè? Vertrekken is dat. Wat was dat? Want ik was even bezig met mijn snelheid. Oh! Een liebherr. Aha. Netjes, netjes, netjes. Geniet even van het uitzicht voor zover het strekt. Gaat snel, ik wil die auto zien. Ja. Goed. Een hoop bakens liggen er toch in. Meer dan ik had gedacht eigenlijk. Ik zit ze elke keer tegenkomen. Kijk, ik vind dat wel interessant wat voor kasten zetten ze erin. Een voedingskast. Nou, dat is logisch dat je die neerzet. Ja. Shit, waarom kan ik nog niet op de naam komen? Het is in ieder geval met de sectie en het ligt op een puntje waar met een spoel. Spoel, dat is het, zo'n platting. Zo'n spoel.
Dan gaat de ATB gaat er niet overheen. Maar de... De toerstroom van de trein wel. Inderdaad. En dan zul je denken van, ja, we hebben inderdaad geen ATB. Er zit inderdaad geen ATB, maar er zit nog steeds wel, vergeet dat dus niet, er zit natuurlijk nog steeds wel trein detectie op. Alleen de ATB zit er dan niet op. De ATB gaat namelijk via die bakens in het midden. Bij een normaal spoor zit het op linker en rechter spoor, zeg maar. Zit er bij een wisselspanning, dan dat trilt en die trilling vangt hij op. Maar je moet natuurlijk nog steeds wel je trein detecteren, dus er zit nog wel een spanning op waar een van de twee sporen staan. Nee, als je spoor hebt, heb je het allebei. Vaak is het dan allebei. Maar nog veel vaker is dan ook dat je twee spoelen hebt staan aan beide kanten. Omdat je twee spoorstaven hebt. Dat vergeef ik ze. Ik vind het al wel bijzonder dat het er staat. Zo. Aha. Hier heb je er weer zo'n eentje liggen. Dat is inderdaad echt een... Ik zou haast denken dat hij ook bij het spoor hoort. Het zijn wel volgens mij HD tracks die erin hebben liggen. Dat is wel netjes. Zo. 17 over moest ik vertrekken volgens mij. Oh, nou, dat is ineens klapjes dan. Ja, ik doe me zo vaak mogelijk op de Entaduro, want dan weet ik zeker dat het goed komt. Barneveld Zuid, station Barneveld Zuid. Het flikkert wel een beetje het stationsgebouw. Ik weet niet wat dat daar het idee van is, maar... Er wordt de hele stad ingeladen natuurlijk. Ik had eigenlijk gehoopt dat als ik dichterbij kom dat het dan nog beter werd, maar het valt nog tegen. Ik weet niet wat dat precies is, maar we zullen even gaan kijken. Oh, dat zijn gewoon... Aha. Zo. Dutch los. Mooi. Eens even kijken. Barneveld Noord. Kijk eens aan. Een soort deurtje in en zo. Ja, ik heb het wel van foto's gezien, dus dat is in ieder geval beter geworden ten opzichte van de vorige beta. Want dit was in ieder geval de vorige beta nog niet. Dat weet ik nog wel. Het is gewoon mijn straat verder. Maar... Het is wel een mooi station geworden. Zo dan. Nou, niet verwacht. Echt een mooi station. Oh ja, hier de nieuwe houten bankjes. Die zijn hier ook al neergezet, want dit zijn natuurlijk de nieuwe houten bankjes van de NS. Ja, netjes, netjes, netjes. Wat hebben we hier nog staan? We hebben inderdaad een relaiskast, heel goed, heel goed. Want we hebben nog meer. Een hoogspanningskast, heel goed, heel goed. En we hebben nog een voedingskast, maar kan. En we hebben een batterijkast die inderdaad heel correct tegenovergestelde of 45 graden gedraaid staat. Ik ben te geïnteresseerd in de omgeving. Ik ga vol tractie, want ik denk dat nou, voordat hij bij 80 is duurt even. Jongens. Wat ik twijfel of ik dit straks ga uitzenden hoor. Oh, ik kan mezelf voor mijn kop slaan nu hoor. Oh, dit vind ik echt ernstig.
Ja, waarom? Omdat ik weer buiten zit te kijken. Moet ik nou niet doen? Maar ik wil jullie gewoon die dingen laten zien. Want ik, zelf ben ik nu ook bezig met al die kasten te tekenen op mijn werk en zo. En ik, de verbindingen en de kabels en de, alles wat er rondom me heen loopt. En ik vind dat zo interessant. Maar ja, dat mag ik jullie niet laten zien, want dan gaat mijn trein stilstaan. We hadden 4 minuten gehad. Ik heb even niet opgelet wanneer we vertrokken. Maar als jullie dat weten, we hadden 4 minuten. Dat is geen 60 wissel. Dat is een 40 wissel. Zo. Barneveld Centrum. Hoppatee, daar zijn we bij Barneveld Centrum. Zit hier nog een zijspoortje bij? Geel knip, hè? Oh jee. Dat is wel een mooie wisselstellen trouwens. Oh, 20. We gaan vertrekken. Wat is er? Oh, ik dacht dat de deur al dicht zijn. Misschien helpen ze. Zo. Nou, ik vind dit geen 60 wissel, dus we gaan er even met 40 doorheen. Alhoewel, dit lijkt wel een 60 wissel te... Nee, dit is ook een 40 wissel. Dit is echt een 40 wissel hoor. Zo. Op naar de 80 weer. Volgende station is Barneveld Noord. Station Barneveld Noord. Die is, als het goed is, ook vrij nieuw uit mijn hoofd. Oh nee, nee, Zuid is het nieuwste in ieder geval. Dat weet ik wel, maar... Maar ik ben er van Noord dan. Met de hapering kan ik weer slecht mijn trein besturen. Zo. Maar er van Noord komt hij in zicht. Nou, daar gaan we alweer. Ik begin daar te weten. Te mekkelen voor de 60. Dat er weer een wisseltje voor ligt, denk ik. Zo. Kinder. Zo. 60 voor Arbeiderveld Noord. Een geel sein. Oh. Nou, dat zegt mij dus heel wat anders. Geel sein. Dat betekent dat we hier 40 moeten. Al wel. Ja, we moeten 40 geel zijn. Oh, we hebben een haven hier in de route weg. Wat een vreselijk haven in de route. Zestig door deze bocht. Ja, maar wat zegt mijn gele sein dan? Gele sein is 40. Nou, omdat dan weer zo is, dan... Nou, laten we in ieder geval eens terug uit rollen. We moeten toch gesteld zijn op Barneveld Noord. Zo. Komen we nou Barneveld Noord binnen? Ja, daar is Barneveld Noord. Zit er midden in de bocht ook. Zo. Ook daar staat een nieuw bankje. Hey, dat is wel leuk. Die details. De nieuwe bankjes.
Nee, dat vind ik wel leuk dat ze details er dan weer toch wel in zet. Maar van Noord. Oh, ja, Bart van Noord bestaat natuurlijk al hartstikke lang. Maar zijn die containers hier? Hé, hey, ik mis wat. Ik mis wat. Er staat hier toch zo'n container of zo? Zo'n op de kop staande container. Gelukkig staat de parkeerglaasje er wel. Dit was met een soort foto gemaakt is, als ik het zo mag geloven. Wel leuk. Mannen van Noord, dus dat betekent dat we met groen... Oh, groen knippen, vandaar. We gaan vertrekken, dus 40 over de wissels richting het hoofdspoor. Dan hebben we alleen nog station Hoevelaken, dat midden zo meteen midden op het spoor op het track ligt. En dan komen we aan in Amersfoort. Als het goed is op de spoor 4B, maar ik ben benieuwd op welke ze hebben gedacht dat we aankomen. Dan gaan we nog eentje naar rechts inderdaad. Zo. Vanaf hier zouden we eigenlijk 140 mogen gaan rijden. Hier zou onze ATB ook overschakelen naar ATB EG. Dus dan zou hij het weer met de wieltjes moeten oppakken. Daar staat een bordje 140. Waarom schakelt mijn ATB niet over? Hallo. Joehoe. Nou, daar ligt nog een EG op de grond. Aha. Dat is vreemd. Daar lag nog een EG. Oh, jezus man. Ik heb zoveel generaties ondertussen gehad. NG, ja. Nieuwe generatie. Die lag daar op de grond. Ja. De NG heeft bakens. De VV heeft bakens. De EG is spoorstaven. Oh. En dat denk ik, wat ik zoveel mee bezig. Ja. Dan ben ik wel benieuwd naar of we dus op dit traject, nou dus nu ook rijden, of daar dus ook NG-bakens liggen. Samen met de eerste generatie. Ik denk persoonlijk dat die overschakelt. Maar omdat het misschien technisch niet mogelijk is of iets in die trant, dat ze dan toch die bakens hebben neergelegd ofzo. De andere kant op je niet bij deze bijvoorbeeld. Tenminste, hier ligt er wel een. Nou, wat daar precies de oorzaak van is, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet in ieder geval wel dat we, even kijken, 6, 7 minuten hadden om bij Hoevelaken te komen. Dus laten we kijken of we daar kunnen komen in die 7 minuten. En dat we dan daarna in... 4 en dus is 9 minuten. Of we dan. Nee, weer 7 minuten, sorry. Weer 7 minuten ook weer kunnen komen in Amersfoort. Wat dan onze eindbestemming is. Zo. Ik zie wel dat onze snelheidsmeter ietsjes te veel aangeeft. Want voor mijn gevoel zit hij net iets te onder. Onder de 140. Ik ben zo op beveiliging. Maar dan rijden we dus inderdaad zoals ik elke dag rij langs de snelweg. Ik moet ook eens een keer met de film gaan rijden ofzo, zoals ik, of de ICM. ICM Apeldoorn naam Utrecht. Zoals ik dat elke dag rij. Want ja, wie kent er nou zijn route het best als degene die als forens erop reist. Dus ken ik elk boerderijtje hier al uit mijn hoofd. Dus, nee. Zometeen komt nog wel die afvalbeeld. Tenminste. Dus denk hoor, zit die hier? Ja, volgens mij wel. Volgens mij zit die hier zo, ja. Ergens in de buurt. Ik denk wel na Hoevelaken nog. Maar dat komen we vanzelf tegen. Maar het is wel een beetje het verkeer, dat is wel heel erg opvallend. Ik
kan niet alles hebben. Station Hoevenaak komt in zicht. Dat kan ik natuurlijk zelf het beste, want daar kijk ik natuurlijk het meeste op uit. Dus ik ben benieuwd of het tapje er ligt en de... Dat weet ik zo gauw niet meer. Het tapje naar de overkant, zeg maar. En er zit ook wel een hele geinige wachtruimte. Dus ik ben benieuwd of die dingen er ook een beetje staan. Daar staat het stopwatch. Nou. Moeten we wel eventjes afremmen, hoor eens. Dus moet ik dat stopwatch staan, zie ik wel. Ja, nou, valt wel mee. Nu is 70, ja, kan wel. Niet te hard komen aanleiden. Schiet ik er nog voorbij. Laten we dat alsjeblieft niet gebeuren. Te voorbij schieten, dat, ik heb nou al twee maal een ATB gehad. Oh nee, de eerste keer was een dode man. De tweede keer was ATB, nou hebben ze allebei gehad. Hey. Nou, ik ben benieuwd hoe het hier uitziet. Even kijken. Ja, hey, de wachtruimte staat er. Oh, dat is vet. Dus ik vond het wel een bijzonder soort nieuw type wachtruimte. Er zit veel meer op toen. En hij staat er gewoon. Zo, zet hem maar neer. Ik heb een nieuw bankje natuurlijk, ja, dat weet ik dan wel weer. Even gauw checken hoor. Nieuw bankje. Inderdaad, de wachtruimte staat er. Wat vet. Dat is omhoog gelekt. Wat die bovenuit ziet, weet ik niet precies, maar ik geloof dat het de fietsenstalling was, of iets in die tand. En dan zat is inderdaad die brug naar de overkant. Ik weet niet precies wat dat zo'n brug is, maar goed, oké. Okay. Maar hij lag inderdaad lager dan de weg, want die kon niet op de weg oplopen. Dus ja, nou, ik vind het zeker goed gelukt. Ik denk dat er wel in de afgelopen versie wel iets is aangepast, wat toe heeft geleid dat het nu zo realistisch uitziet. Even gauw checken of ik niet hard ga. Volgende station is Amersfoort. En we komen aan op station 4B. Wat natuurlijk helemaal correct is. Ik hou ervan. Dan hebben ze toch nog iets goed. Nee, goed. Nee, maar nee. Dus het nadeel toch zeker goed gemaakt. Daar hou ik wel van. Ja, hier is het natuurlijk nog dan. Wij landen. Zo meteen, kijk, gaat de snelweg. Het draait van ons weg. Nou, het een en ander aan de industrie komt er dan. Zo meteen draaien we dan ook langzaam Amersfoort binnen. Draaien, rijden. Dus, is het al een voorstukje van Amersfoort? Ik zit even te denken, maar... Ah, hier heb je zit het deze al? Ik denk dat hij zo nog wel verder naar beneden tikt. Ja, nee, ik mis een nieuw... Ja, dit is inderdaad wel de kantoorpand trouwens. Hij is nu inderdaad Amersfoort al binnen. Maar net voor die brug miste ik nog even, maar die is volgens mij gloedje nieuw. Er zit nog een kantoorpand met heel opvallend iets met turf of iets van mos of zo aan de zijkant. Dus, nou, dat viel mij weer op, zeg maar. Goed, die zit nog niet in deze versie. Misschien is hij daar nog te nieuw voor. Hé, hey, we draaien iets van elkaar af. En we draaien ook langzaam Amersfoort binnen, dus dat merk ik al wel. Nee, we gaan natuurlijk zo meteen de brug op, ja. Ja.
Nee, 130. Oh ja, natuurlijk. We zitten natuurlijk ook, toch wel op de EG-versie. Dat is wel leuk. Oh, brug op. Hé, hey, ik mis de brug. Ah, nee, hè. Mis ik toch nog iets. Shit, hè. Oh, oh, daar komt hij net. Ik word net nog ingeladen. Oké, okay, gelukkig. Dames en heren, de brug voor Amersfoort, waar we overheen draaien. Hieronder gaat de sporen naar Zwolle toe en naar de Amersfoort Schothorst. Behalve dat ze hapert, heb ik wel eens irritanter. Ja, goed. Snap je zelf ook wel. Ja, gaan we naar beneden. Kijken of de cruise control het dan ook nog bij kan houden. Dan laat ik zo meteen handmatig maar even bij gaan remmen, want... Dan komen we natuurlijk vervolgens binnenrijden. Yes. We komen aan het bruggetje over. Als het goed is moet het hier zo meteen links. Ik weet niet of dat dit bruggetje is. Oh nee, dat is deze nog niet. Komt zo meteen pas. Als het goed is wel. Zo meteen moet hij die poort natuurlijk krijgen. Even te twijfelen of hij nou hier wel of niet ook in zit. Maar moet hij hier zo zitten dan? Ja! Ah, heerlijk. Heerlijk. Daar hou ik van. Zo, dan komen we Amersfoort binnen. Ik vind het, ik ben nu echt blij met Amersfoort hoor. Dus ik ben al een tijdje die geweest hier. Nou, oude brug. Oh, dat is de eerste. Nee! Error, dump foul. Shit. Waar ik natuurlijk net Amersfoort in. Ah.